Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 17 juni. Ja, en het is nu 5 na 10. En ik heet jullie van harte welkom bij de 5e examenvlog. Denk ik, ja. Wow, de 5e al. Dat klinkt echt wel veel. Het is vandaag zaterdag, zoals ik al zei. En het is echt een recordtempo van uur dat ik aan mijn bureau zit. Nu zeg ik dat weer. Ik heb dat al in de vorige keer gezegd. Maar voor in het weekend en echt examens hebben, is het echt een record. Ik zit nooit zo vroeg aan mijn bureau. Maar in ieder geval, examens zijn nog steeds bezig. En vandaag ga ik sociale wetenschappen leren, want ik heb daar maandag examen van. Sociale wetenschappen is een vak dat ik eigenlijk best wel leuk vind. Gewoon in het algemeen, dat vaak zelf, vind ik eigenlijk echt leuk om te hebben. En ik vind het eigenlijk ook helemaal niet zo erg om het te leren, want het gaat er bij mij altijd heel vlot in. Dus het valt eigenlijk goed mee, het zal nog wel een rustig weekend zijn, al bij al. Dus ik ga nu beginnen, want ik wil snel gedaan hebben. Ik wil vandaag gewoon alles af hebben. Want deze avond is er een soort straatbarbecue hier bij de voetbalkantine. En daar ga ik ook naartoe en mijn beste vriendin Marie is daar ook. Dus dat wordt echt super tof. Dus daarmee wil ik gewoon heel mijn sociale wetenschappen vandaag geleerd hebben. Dat ik morgen voor een ander vak iets kan doen en dat ik dan SW nog moet herhalen. Dus, let's go! Ik zit al in de helft. En van dit stukje heb ik echt al overlaatst nog toets gehad. En dat vond ik echt een super leuk stuk om te leren. Dus dat gaat er waarschijnlijk vlot in. En dit heb ik nog geen toets van gehad. Maar dat is maar heel weinig. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb me klaargemaakt voor de barbecue. Dit is mijn outfit. En ja, het is ook niks speciaal. Ik ga nu vertrekken. Het is nu zondag. En ja, het is de 18e. En het is nu 11:15. En ik ben SW aan het doen. Want ja, ik heb daar morgen examen van. Maar ik had vandaag de bedoeling om heel dag Frans te doen. En deze avond mijn SW nog gewoon te herhalen en mijn toetsen te maken en zo. Maar ik stond deze morgen op en ik had echt zo het gevoel van, nee broer, je kent het niet. Je kent je SW niet. Dat gaat niet goed komen deze avond. Je moet nu eerst SW doen. Dus ik ben gewoon opgestaan. En dan heb ik gegeten en getoucht. En dan heb ik beslist van, oké, ik ga eerst het laatste deel aan SW nog eens helemaal opnieuw doen. De eerste twee delen ken ik wel echt goed. De ouderdom en ja, wat is het daar, pedagogie en zo. Dat ken ik wel echt goed. Maar het laatste deel zo over het gezin en die dingen. Ik had echt het gevoel dat ik dat echt niet kon. En ik was een beetje in paniek, want ik dacht, oh nee, en dat gaat niet goed komen. En ik heb morgen een mondeling daarvan en zo. Maar ik ben dat nu aan het doen en eigenlijk lukt het wel. Dus het zal wel goed komen, maar ik had zo even niet van, oh my god, nee, dat gaat echt niet gaan. Je moet nu eerst SW doen, want die Frans laat het dan gewoon vallen als dat moet. Maar goed, als ik nu nog 2 uur dat kan doen, allee, tot aan de middag dat ik deze kan doen, dan gaat dat echt wel lukken. Ik ben nu gewoon teruggekalmeerd, ik ben gewoon rustig. Ik werk dat het wel goed er vlot in gaat. Ik heb echt vol een bak concentratie, dus dat gaat echt lukken. Maar dan ga ik deze namiddag een beetje Frans doen en dan deze avond alles echt nog, desnoods 2 of 3 keer echt super goed herhalen, mijn toetsen maken. En dan gaat dat echt wel lukken. Dus één tip, als je denkt van, oh nee, het gaat echt niet lukken, ademen is heel goed en dan zeg je gewoon tegen je, Floor, ik heb dat dan tegen mezelf gezegd, je kunt deze wel, hè. En dan ben je gewoon aan begonnen en dan gaat dat echt goed. Dus als het even niet lukt bij u, dan probeer je dat gewoon ook eens tegen jezelf te zeggen, want dan lukt het echt wel goed. En ik weet ook dat jullie dat kunnen, dus dan kan ik dat ook. Het is nu 11:50 en ik heb ook al even een pauzetje gehad. En ja, ik ben nu echt, ik heb een beetje te hard gepanikeerd voor wat het nodig was. Maar SW kan ik nu helemaal.
En nu heb ik echt het gevoel wel dat het gaat lukken. Dus ik heb gewoon een beetje te hard gereageerd. En een beetje te hard gepanikeerd voor niks eigenlijk. Maar SW, ja, dat gaat echt lukken. Ik ga nu daar even niet meer aan denken, iets anders doen. En ik ga dan deze avond, of ja, deze namiddag, mijn SW helemaal nog herhalen. Alles nog eens opnieuw doen en mijn toetsen maken, oefeningen bekijken en zo. Alles wat dan nog eens opnieuw moet gebeuren en dan gaat het echt wel lukken. Maar nu ga ik wel iets anders doen, namelijk Frans. Want ik heb vrijdag examen Frans en daar heb ik nog niks voor gedaan. En ook mijn vorige examen Frans was niet zo heel goed. Ik was niet gepauzd of zo, maar allee, ik kon gewoon echt beter. En daarmee dat ik nu al Frans ga doen, al mijn woordjes alles leren en zo, zodat ik daar vrijdag al niet meer zo hard mijn tijd in kan steken. Dus dat ga ik nu doen, gewoon tot 3 of 4 uur of zo. Ik weet nog niet zo goed. Dus ja, let's go. Het is 4 uur en ik ga beginnen met sociale wetenschappen te herhalen. Ik heb net al een heel groot deel van mijn woordjes van Frans geleerd. Dus ja, dat heb ik eigenlijk ben blij dat ik dat gedaan heb. Dan moet ik dat vrijdag gewoon nog eens herhalen en dan kan ik meer werk, zeker in de andere dingen en zo. Maar ik ga nu sociale wetenschappen helemaal herhalen. En dan ga ik daarna mijn toetsen nog hermaken. Dus ik hoop dat zo tegen 5 of 6 of zo wel klaar te krijgen. Zo voor het eten. En dan kan ik daarna nog even zwemmen. Want het is echt zo heet. En ja, ik wil er gewoon snel van af. Dus ik ga dat nu doen. Want ik wil er van af. Oké, het is 10 voor 7. En ik ben moe van de trap te lopen. Maar het is dus 10 voor 6 en nee, nu zeg ik het weer, 10 voor 7. En hier zit een vlieg binnen. Ik ga nu mijn toetsen hermaken van sociale wetenschappen. Of toch, allez, opnieuw bekijken. Ga ik op mijn bed doen, want ik weet niet, ik leer graag zo op mijn bed. Of soms zeg ik ook dingen op en zo. Ik heb daar straks heel mijn SW op mijn bed geraad. Maar ik ga dus nu mijn toetsen nakijken. En dan ja, ik tik die zo af en dan beantwoord ik de vragen mondeling. En dan kijk ik na of ik het juist heb gedaan. En dan als ik dat gedaan heb, dan ben ik klaar. En dan ga ik nu nog de vlog bewerken daarna, die trouwens morgen online moet. Dus die moet vandaag af, want die moet morgen om 6:30 online. Dus die moet vandaag af. En dat moet normaal wel lukken. Dus dat ga ik ook nog doen. En dan begint mijn zondagavond. en dan ga ik zelfs ook nog de vlog afsluiten. Maar eerst mijn toetsen. Trouwens, vergat ik nog te zeggen, ik heb ook nog gezwommen daarnet. Echt maar 10 minuten of zo. Maar het is wel deugd. Dus daarmee dat mijn haar zo een beetje
nat is. Oh, ik zou echt nu een dutje kunnen doen. Ik ben echt moe. Oké, doet ze. Ik wil er vanaf zijn. We zijn nu al de volgende dag en ik ben gisteren helemaal vergeten om de vlog af te sluiten. Dus ik wil dat bij deze graag nog doen. Vergeet deze video zeker geen duimpje omhoog te doen. Laat deze... Oh nee. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je op de hoogte wil blijven van mijn andere examenvlogs. En als je die zeker niet wil missen. En ik zie jullie heel erg snel weer. Doei!